daarna. Dan moeten we voorzichtig gaan doen, hè? Dus, dit is een beetje tricky voor ons om hier naar binnen te gaan. We zitten natuurlijk op gevaarlijk grondgebied hier, bij Dinxper FM. Nou, ze zijn er wel. Ze zijn er wel. Kijk nog. Ja, is dat veilig dat hij hier binnenkomt? Hey, super! Hey. Ja, we waren eerst al aan het twijfelen, gaan we hierheen. Het is een beetje riskant natuurlijk, gevaarlijk gebied voor ons. Dus zijn we... Ja. Vrienden zijn welkom. Vrienden zijn welkom, zeggen. We zijn vriend geworden. Hey! Hey, Guido! Zelfs buiten Facebook en vriendjes worden, hè? Ja, ze zijn het koffieklaar staan. Ja, dat kan. Ja, ik heb een koffieklaar staan. Ja? Ik ben de gast hier van de koffie, dus... Belangrijkste man. Dat is een hele goede kerel. Een hele goede kerel. Verzorgde koffie. Met de beste. Oh, de concurrent Bargeboer zit er ook. Ja, zeker. Godverdikkeme. Oh, ja. Jongen. Ja, dit is dus Herman, hè? Ja. 22 jaar zit hier al achter, hè? Ja. Nog niet vastgegroeid. Nou, de ene keer zo'n mengpaneel, de andere keer zo'n mengpaneel. Het doet dat 22 jaar muzikantenbedrijf. Klopt. 22 jaar, maar nou... Samen met Wim. Ja. Eerst was bij ons in Tirol. Eerst, het is begonnen bij de Lindeboom, hè? Ja, bij Radio Lindeboom. Lutgestraat 47A. In Aalten, dat klopt. 22 jaar geleden? Ja. Dus we rijden Lindeboom stoppen naar Slingerland FM. Ja. Toen de Lindeboom stopte, moest ik naar Slingerland FM gaan. En daar heeft even niks gedaan, ben ik samen met Henk Nienhuis gedaan. Toen ik toch mocht stoppen, ben ik naar Alatna FM gegaan in Aalten. En vandoor is ben ik met Dinxper FM terecht gekomen. Aha. Ja. Dus dan hebben we hier een andere beleving als toen in het begintijd met de Lindeboom. Ik bedoel, van het verschil tussen toen en nu. Oh, dat was toch heel ontspannend hoor. Later was het een beetje strubbeling gehad, maar... Bij de Lindeboom was heel ontspannend en bij Slingerland FM ook, maar op een gegeven moment werd ons programma overboren. En er was nog zo'n programma en twee programma's vonden ze niet nodig. Ja, dan wordt het te veel van hetzelfde. Hè. Dan gaat ze zeggen van, keuze maken. De muziekclub roeit. Ja, dat werkt dus ook. Maar het is nu allemaal digitaal eigenlijk. Hè. Je bent nu meer een computeraar als plaatjesdraaier gewoon. Plaatjes draaien doen we helemaal niet meer. Dat is verleden tijd. Zelfs cd's draaien we nooit meer. Ja. Nou, toch mooi dat te doen. Dadelijk 25 jaar bereikt. Dat je dan gewoon weer platenspellen hier neerzet. En de singeltjes weer van het zolder haalt. En dan gewoon jongens, zo bul begonnen. Ja, is dat wat? Ja, eigenlijk is dat best mooi, ja. Ik heb nog wel een hoop singles dus, wat dat betreft. En LP's. Dus wat dat betreft zo kunnen draaien met... Met langspelplaten en singles. Ah, dat is mooi. 24 jaar. Als RTV Achterhoek dan nog volop actief is, dan als jullie dat zo gaan doen, met alle platenspullers van hoe deden we het in het begin, zo deden we dat, maken we hier met live TV daar het programma eromheen. Dat is prima. Mooi dat wel 3 jaar vol al, hè? Ja, weet je ook trouwens, maar... Als de gezondheid toelaat, wie zal het zeggen, niet dan? Volgens mij ga je nog deur aan je berken overlicht. Zeker weten. Ja, dat is heel belangrijk. Muziek moet erin blijven, niet aan? Ja. En zeker dit soort muziek. Ik weet niet wat gecharmeerd ben, maar ik wel. Dat is... Ja, soms wel, soms niet. Het is ook een beetje hoe je de ene keer voelt, hè. Ik bedoel maar van... En dan vandaag een hele lange uitzending, vanaf 11 tot 4. Ja, een marathonuitzending. 4 uur lang. Mooi dan. Ja. 4 uur lang. Heb je wel zoveel muziek dan? Zeker weten. Ik heb best een hoop nummers, ja. Je weet niet waar ik allemaal in mijn database heb staan. Ja, en dat is eigenlijk de presentator, hè, wie daar in het hoekje zit. Wie doet het samen? Tegenwoordig praat jullie allebei? Ja, zeker. Een vooruitgang. Ik heb altijd alleen Wim Moreuert. Ja, maar dat is een vooruitgang. Ik kom even in de hostel zitten. Toen je weg was, met de operatie en zulke dingen, ja. Toen zeg maar begonnen met praten en... Ja, dat durven we niet. Ja. Maar nou wel. En hoe helpt het niet meer op? Nou, helpt het niet meer op. Dan praat hij zo deur. Nu praat hij zo deur. Ja. Dus Nou, maar misschien wel een mooie microfoon staat hier hebt. Ja. Een mooi schuimpje erop. Misschien, ja. Dinxper FM.
ja. Hè? Dat allemaal. Ja, maar eerst staat het studiootje ruimte hiernaast. Ja, klopt. Dat was, ja. Gewoon, was dit meer de koffiekamer? Ja, zoiets. En ja. Dat is nog eigenlijk andersom. Hier zo, jij iets meer ruimte en zit hem mooier, zeg maar. Ja, ja, hier is heel dichter bij de koffie, hè? Ja, ook dat. Ja, ook dat. Ja, daar hoort ook bij, hè? Ja. Dus, oh, nou, je moet dichter bij elkaar gaan zitten. Ja, daarover niet. Dan word je trouwens ook zelf. Daar. Gewoon gewoon gezellig. Ach, dan maak het uit. Wie gaat gewoon zo lekker dicht bij elkaar. Ja, dat ook, voor de camera. Dat zetten we hier vanavond allemaal op de Facebook natuurlijk. Dat snap je wel. Ja, dat is mooi. Ja, dan, kijk ik wel even. Hè? Dan moet je even lachen in de camera. Alhoewel, als je langs de camera kijkt en wie je vasthult, dan moet je sowieso wel lachen, of niet? Ja, dat is zo. Je wordt gelijk uit beeld gehaald, zie ik wel. Ja, het is wel hier. Nou, we gaan eerst even naar de koffie. En dan gaan we dadelijk even nu aan van of jullie nog presenteren kunnen naar die 22 jaar. 5 uur alweer van vandaag. Je bent helemaal de tuin aan het heel klein. Ja, we hebben belangrijke gasten, dus. Dat zeker. Ja, wat hebben we als eerste gedraaid? Dat was Figgly Andros met Ich hab die Liebe gesehen. En daarna Roger Whittaker, Wir sind jong. En je kunt nog steeds verzoekjes aanvragen, Wim. Ja, via telefoonnummer 0315-236562. Dus 0315-236562. Of u kunt mailen naar studio@dinsdagfm.media. studio@dinsdagfm.media. Of u kunt sms'en of appen naar 0624206511. Kanaal 0624206511. En u kunt ook een top 3 of een 3-in-1 aanvragen of een verzoekje, maar dan moet u zondags voor 9 uur doen. Dan kunt u dat sturen naar j.tolkamp2@upcmail.nl. Naar j.tolkamp2@upcmail.nl. Ja, we zijn dus aangeland bij het laatste uur van deze dag. Alweer van de Muziek aan de Parade. Van deze extra lange uitzending. Marathon-uitzending noem ik het net al, dus. Ja, zeg, is er ook. En we gaan verder met Michael Kloosterman, Und seine Musikanten, nimm dir Zeit.